Gaan we dezelfde kleren maken? Hartelijk welkom iedereen. Goed om te zien dat iedereen een grote getale is gekomen. Er is de afgelopen maand keihard gewerkt. Het is nog niet helemaal af, maar we hebben besloten van komen vandaag. Ik zie ook heel veel vrijwilligers die volgens mij zitten smachten om weer te beginnen. We houden het kort in verband met corona, een beetje afstand. Jacob gaat wat vertellen. Meneer Nederpelt, wethouder van de gemeente Nederland, gaat het vervolgens officieel openen. En dat is het voor vandaag. En de echte grote opening met de champagne en alles, die komt volgend jaar, als we 40 jaar bestaan. Ja, ik zal het woord nemen. De datum staat er al. Ik ben heel blij dat mijn zus bijna al het gras voor mijn voeten weggemaakt heeft. Nou, we staan hier voor het vernieuwde bakkerijmuseum. Officieel is zo dat fase 1 nu afgelopen is. Ik ga even een klein stukje terug in de historie. Want 39 jaar terug begonnen mijn vader en moeder. Het is de hobby van mijn vader en moeder waar we naar voor staan. Die begonnen een expositie op de ouderenkamer. Dat is steeds verder ontwikkeld en verder ontwikkeld. En een aantal jaren terug, inmiddels 9 jaar terug, uit mijn hoofd, mocht ik het stokje overnemen. En al vrij snel hadden we het idee om toekomstbestendig te worden. Want mijn vader en moeder hebben natuurlijk niet het eeuwig leven. Dus we moesten zorgen dat er opvolging was. We moesten zorgen dat het ook in de toekomst kon draaien. Er zit zoveel passie voor het verpakkerspakken, voor de volkscultuur in. Dat wilden we gewoon heel graag in stand houden. En een jaar of 7 terug hebben we toen besloten van het kan eigenlijk alleen door pand ernaast erbij te kopen en één geheel te maken. Op 31 december 2018, ik kijk Sjaak even aan, toen zijn we in staat gesteld door de steun van 2 particulieren om het pand naast te kopen. En toen is het eigenlijk vrij snel gegaan, want een maand later stonden Harriet en ik bij het Goed Geld Gala. Speciaal voor die gelegenheid heb ik toen dit pak gekocht. Dus, geloof ik pas de derde keer dat ik hem aan heb. Toen kregen we de steun van de Bank Gierenloterij, de deelnemers van de Bank Gierenloterij. Dat betekende ook dat we de steun van de gemeente Wezenlijk kregen. En toen liepen we terug en toen zeiden we, nou moeten we het eigenlijk gewoon goed doen. Nou moet het gewoon knap worden. Nou doen we al jarenlang doorlopend bezoekersonderzoek, zoals dat heet. Dus we weten wat onze bezoekers ontzettend leuk vinden om ons museum. Dat het altijd dat het laagdrempelig is, letterlijk. Dat kinderen altijd wat mogen doen, dat er altijd demonstraties zijn. Dat ze zijn heel enthousiast over de vrijwilligers. Maar er waren ook een aantal punten waarvan ze zeiden, mag, kan beter. Wat van die verbeterpunten? En eentje daarvan, dat was de toegankelijkheid. Het was natuurlijk heel jammer dat mensen met een rolstoel niet naar boven konden. Een ander was de horecafaciliteiten. Dat kon beter, vonden ze ook. Ze misten ook wel een beetje duidelijke verhaallijnen, misten ze. En ze misten wat highlights. Nou, dat hebben we eigenlijk allemaal integraal aangepakt. En in overleg met vrijwilligers daar zijn we een flinke tijd mee bezig geweest, omdat goed voor te bereiden. En we zijn naar ME2-architecten gegaan. We zijn begeleid door onder andere Marco Seidsma. En zo kom je in een traject tegen. Alleen wat wij toen nog niet wisten natuurlijk. En dan ga ik het Bob Dylan nadoen. Dat is ook zo weg. Oh man, dat lukt allemaal. Toen hadden we plannen. En toen kwam eerst PFAS. Weet jullie nog? PFAS. Toen kwam stikstof. Weet je? Extra keuring komen om te kijken of we niet allemaal wel aan de stikstofnormen voldeden. Toen kwam corona. We hebben een state-of-the-art lichtpool wat nog niet binnen is. En ik zal het zo uitleggen waarom. We zijn de enige in Nederland die dit heeft. Alleen de fabriek staat in Wuhan. Oh ja. Dus in december 2019 kregen wij al bericht dat daar een lockdown was en dat het iets vertraagde. Nou, toen kregen we COVID. Daar kreeg ik ook persoonlijk mee te maken. Dat weten jullie waarschijnlijk wel. Toen kregen we lockdown, dat vond ik wel weer heel leuk hoor. Zowel het museum, als de school, als voetbal, alles wat ik normaal deed, stopte in één keer. Dus voor het eerst van mijn leven werd ik echt serieus ziek en meteen hield iedereen rekening met me. Dat was wel echt heel toen kregen we nog de flora en fauna inspectie. Nou, inspectie niet, maar de regelgeving hier. Dus ik heb s'nachts regelmatig gekeken hier of er vleermuizen waren, of huismussen, of gierzwaluwen, of zeldzame varens. Nou, toen door die COVID moesten we het luchtcirculatieplan aanpassen. Want dat moest natuurlijk allemaal COVID-proof. Ik had hem al voorspeld met Marco, bij de architect. Het begint een beetje de wet van Murphy te worden. Want ik weet zeker dat op het moment dat het gebouw hier open ligt,
de Elfstedentocht doorgaat. Dat was niet zo, maar het vroor wel 18 graden op het moment dat het beton gestort moest worden. Dus ook dat werd toen weer uitgesteld. Nou, toen kreeg je het geklooi, mag ik niet zeggen, maar ja, de problemen met de leveranties. Leveranciers die spullen niet konden leveren en personeelstekorten. Ja, de bouw was in één keer weer helemaal vol losgegaan. En dat was heel moeilijk om bij te schalen, om op te schalen. En als laatste, dit is het laatste blaadje hoor, dat is dus blanco. Sinds 3 juli moeten wij als stichting ook voldoen aan goed bestuur. En daar zit ook allemaal nieuwe regelgeving aan. En, nou, daar zijn Jan en heel hard mee bezig. Nou, dit zijn dus alle, nou, ik wil niet zeggen tegenslagen, maar de hobbeltjes die we op de weg tegenkwamen. Dus, het is nog niet klaar. Dat zien jullie ook al aan de gevel. De tegels moeten er nog in, het hekje moet er nog in, de glasreclame moet er nog op. Maar we zijn wel heel ver gekomen. We zijn bijna klaar. Fase 1, de grote verbouwing, aanhechting, de lift, de trap, dat is allemaal gerealiseerd. En wat ik net al zei, het lichtspoor ontbreekt nog, dus de verhaallijnen zijn nog niet aan de hand van het lichtspoor te volgen. Dat komt eraan. Oh ja, ik ben het vergeten, hij stond er ook nog bij. Het is niet te geloven, maar onderdelen van ons lichtspoor zaten op een schip wat door het Suezkanaal moest. Oh ja. En serieus, het is... Ik ben ik vergeten op te schrijven, sorry. Maar die zat er ook nog bij. Dus ik ben heel blij dat we wel zover gekomen zijn. We staan natuurlijk te popelen, onze vrijwilligers, maar ook de toeristen die vragen waar zijn jullie open. En het was voor ons heel belangrijk om nu aan het begin van de vakantie open te gaan. Ik wil heel erg de mensen die er allemaal aan meegeholpen hebben bedanken. Niet alleen de vrijwilligers, maar ook B2-architecten. Speciaal Jaap en Gert, ze zijn er nu niet. Ik noem ze op. Sjaak, die is hier ongeveer dag en nacht. Ik heb Sjaak de laatste weken vaker gezien dan mijn eigen vrouw. En zijn vrouw heeft hem ook minder gezien dan dat ik hem zag. Dus die kwam, hij gaat uit ellende ook maar meehelpen hier al. Dus zo intens zijn we ermee bezig geweest. Ik wil ook Braas Elektronica, Bakker Klimaat bedanken. Easy Liften, de liftenbouwer en allerlei toeleveranciers die hier geweest zijn. Die het mogelijk hebben gemaakt dat het zover is als dat het nu is. Wij gaan komende weken gewoon rustig verder. Her en der zult u zometeen bij de rondgang nog wat dingetjes tegenkomen. Dat u denkt, wauw, daar mist een klinkje en misschien moet daar nog iets gebeuren. Neem het ons niet kwalijk. Wij gaan gewoon nu verder perfectioneren. We gaan een half jaar proef draaien. We zijn bijvoorbeeld ook wat betreft volledige toegankelijkheid en toegankelijk voor iedereen. Zijn we echt aan het proberen. Er zijn weinig musea die dat hebben. We hebben dus ontzettend veel steun ervoor gehad. Nadat wij van de Bank Giro en de gemeente kregen, is onder andere het VVB-fonds, het Mondriaanfonds en de Rabobank zijn onder andere ook gekomen en ons gesteund. Dus dat zijn er nog meer fondsen geweest. We hebben een obligatieactie gehad waarmee we best heel veel geld opgehaald hebben. De tegeltjes die moeten nog hangen worden, ze staan klaar, maar ze moeten nog geplakt worden. En ook de deegrollers die komen er nog aan. Nou, dat is mijn bruggetje dan naar de wethouder toe. Want we hebben gecommuniceerd dat we met de bakkershoorn aan de gang zouden gaan. We hebben er 3, hele oude. Alleen ja, tijdens de verbouwing hebben we alle spullen naar het depot gebracht. En we konden ze echt niet meer vinden. We zijn 2 dagen aan het zoeken geweest. Ik weet vrij zeker dat als we morgen weer het depot inlopen, dat we erover struikelen. Maar we hebben dus een alternatief en ik dacht, nou, als het toegankelijk moet zijn, het moet naar binnen gerold worden, dan hebben we natuurlijk een deegroller nodig. Dit was de grootste die ik kon vinden, Harry. Je mag zo meteen als openingshandeling naar binnen rollen met de roller. Kijk, helemaal fantastisch, Jacco. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik ben bijzonder vereerd dat ik hier mag staan met jou hier. Nou ja, toch, je vertelde over de lange historie. Mijn historie is een stuk korter als het over musea gaat. Een jaar of 5 geleden werd ik verantwoordelijk voor de musea. Nou, toen vertelden jullie over de plannen. En het was ook wel duidelijk, ja, die gemeente die moet ook wel wat doen om het aan de rollen te krijgen. Nou, ik ben blij dat in ieder geval dat wij een zetje hebben kunnen geven. Maar dat jullie vervolgens echt van alles gedaan hebben om het gewoon te fixen. Eerst al het geld en vervolgens ook de plannen uitrollen. En dan denk ik, hey, Jacco, zijn passie, ja, zijn creativiteit, maar ook vooral zijn vasthoudendheid. En dat hebben we hier wel gezien.
dat waren toch wel enorm belangrijke ingrediënten om het maar in Bankers-Theorem te houden om dit voor elkaar te krijgen. En jullie hebben het gefixt met het hele bestuur, met alle vrijwilligers, met de partijen eromheen. Allerlei beren tegengekomen, maar het is gewoon gelukt en ik denk dat het super waardevol is voor de gemeente Medemblik ook. Wij willen heel graag toeristen, wij willen heel graag dat de jeugd iets geïnspireerd wordt op het gebied van cultuur, maar ook traditie, hoe dat vroeger allemaal ging. En dat vind je hier in het Bakkerijmuseum. Jullie groeiden uit je jasje, de bezoekersaantallen, jaar in jaar uit. Toch weer op een hoger niveau. Je zat aan je plafond en op deze manier denk ik dat je weer iets extra toevoegt voor dat mooie stadje, voor die gemeente, voor West-Friesland. En daar zijn we super trots op. Dus dank je wel daarvoor. Ja, dank jullie ook. Kijk, ik heb hier een prachtige bordje. Heel erg handig is je graag. Dankjewel. En wat mij betreft. Je mag volgaan, want anders gaan we rollen. Ik weet nog niet hoe we dat moeten doen. Ik stel dat we allemaal ongelooflijk gaan applaudisseren terwijl de wethouder naar binnen roept. Ik heb wel wat uitnodigd om een kijkje te nemen. Hou afstand.